Nou, een hele goede morgen, wederom uit Zoetermeer. Ik begreep dat er wat problemen waren met het geluid. Als het goed is, is het nu allemaal goed verstaanbaar bij jullie thuis. Dus we gaan een tweede poging doen. Wat ik net eigenlijk al vertelde, was dat we al twee webinars eerder hebben gedaan. Over de verduurzaming van je eigen logistiek, maar ook je hele logistieke keten. Met de focus daarbij op de CO2-uitstoot, om die terug te dringen. En ja, zoals denk ik de meeste van jullie ook gelezen zullen hebben in de algemene media, is er toch weer vorige week een rapport uitgekomen waarin ook weer duidelijk werd hoe dun het paadje is wat we als mensheid aan het bewandelen zijn, om die opwarming van de aarde nu echt terug te gaan dringen. Dus die CO2-uitstoot terugdringen en wat we daar als bedrijfsleven aan kunnen bijdragen, dat staat echt hoog op de agenda, daar moeten we echt mee aan de slag. Maar dat niet alleen. Want we moeten meer doen dan alleen CO2-uitstoot. We hebben eigenlijk maar één planeet met z'n allen. Met beperkte grondstoffen die we uiteindelijk gebruiken. Een groeiende wereldbevolking. Dus ja, je ziet dat dat steeds sneller en rapper gaat. Dus laten we nu eens met z'n allen gaan kijken hoe we daar ook schaarser en duurzamer eigenlijk mee om kunnen gaan. Nou, dan kom je eigenlijk bij de kern van circulair ondernemen waar we het vandaag over gaan hebben. Dus vandaag staat echt in het teken van circulair ondernemen. Nou, er zijn al ondernemingen mee bezig, gelukkig. Er worden al de eerste stappen mee gezet. Maar er zijn ook nog enorme uitdagingen om dat te bereiken. En om uiteindelijk over jaren verder een circulaire economie te hebben. En hoe mooi zou het nou eigenlijk zijn, hè? Dus stel ik me dan voor, mijn droom, als wij over een x-aantal jaar al onze grondstoffen kunnen hergebruiken en opnieuw kunnen gebruiken voor nieuwe producten. En tegelijkertijd die producten zo duurzaam mogelijk, zonder CO2-uitstoot, door de keten heen kunnen vervoeren. Dan zorgen we echt voor een circulaire en duurzame wereld. En zorgen we ervoor dat onze toekomstige generaties ook nog gebruik kunnen maken van onze planeet zoals we die hebben. Nou, met het programma van vandaag gaan we kijken hoe we daar die stappen kunnen zetten. Hoe kan die toekomst er nou uitzien? Hoe kan ook digitalisering, wat ook zo'n belangrijke pijler is, eigenlijk helpen om circulair te gaan ondernemen? En ja, niet onbelangrijk natuurlijk ook, hoe kan je businessmodel nu gaan omvormen naar een circulair businessmodel? Want daar is echt nog werk aan de winkel. Nou, dan kijken we nog even het programma pakken waarbij. En daarin zien we dat we zo dadelijk om direct starten met circulair ondernemen en eigenlijk een perspectief daarop van Elmar Otten, mijn collega. Vervolgens gaan we door met die digitalisering. Zal ik een vraaggesprek doen met Jules Tutuarima van Houtwerf. En mijn collega Danielle Viret zal eerst nog een introductie doen. Ja, wat kan die digitalisering nu betekenen in theorie? En last but not least komt hoogleraar Jacques van der Veen aan het woord. Een vraaggesprek wat ik eerder met hem heb gehad over dat circulaire businessmodellen eigenlijk. Nou, dan ronden we waarschijnlijk over een uurtje ongeveer af. En kunt u weer verder met uw werkzaamheden op kantoor of thuis. Nou, ik ga het woord nu geven aan Elmar Otten. Die gaat ons meenemen in het perspectief van circulair ondernemen. Ik wens jullie heel veel plezier toe. Nog heel even een huishoudelijke mededeling voordat Elmar hier naartoe komt lopen. U kunt vragen stellen. Doet u dat alsjeblieft in de chat. Dan kunnen wij die verzamelen en kijken wat we direct kunnen behandelen. Mocht er nou nog iets misgaan onderhand, kunt u altijd even via de chat dat ook aangeven. Ook belangrijk om te weten dat het webinar wordt opgenomen. Mocht u daar bezwaren tegen hebben, dan kunnen we uw naam eruit blokkeren. Geeft u dat dan ook even door. En last but not least, we hebben ook een certificaat, hè, wat we aan deze drie webinars hebben gekoppeld. Dus neem dat certificaat nog even in gedachten. Er zijn al aardig wat deelnemers die daarmee aan de gang zijn gegaan. Ook dit webinar is daarvoor van belang. Als u die alle drie heeft gevolgd en de antwoorden hebt genomen, dan is het niet zozeer alleen dat u aantoont dat u dat certificaat hebt behaald. Maar ook belangrijk om jezelf en binnen je onderneming te kijken waar je staat en hoe je daar verder in kan komen. Dus echt doen, zou ik zeggen. Nou, Elmar, welkom en neem ons mee in circulair ondernemen. Ja, dankjewel Thomas. Circulair ondernemen, een ander perspectief heb ik mijn presentatie genoemd. Normaal is de titelslide altijd iets waar je snel voorbij klikt, maar ik wil er toch kort iets over zeggen. Terwijl jullie ondertussen kunnen kijken welk stukje van de wereld ik op de slide heb afgebeeld. Het was alweer een tijdje geleden dat ik met een collega over had of circulair ondernemen nu iets nieuws was of niet. Want zaken als ketenregie, supply chain optimalisatie, dat is eigenlijk toch niet nieuw. Dat kennen we al vanuit de lineaire wereld. En ook iets als retourstromen, dat kennen we van de webshops natuurlijk al volop.
Maar toch, het is wel wat anders als je je hele businessmodel daar omheen opricht. Dus circulair ondernemen, aan de ene kant is het iets ouds, maar het is ook wel iets nieuws. Eigenlijk is het een andere manier van kijken. En het aardige is dat als je een ander perspectief kiest, dat je ook allemaal nieuwe ideeën krijgt over je onderneming. Nou, op de kaart zie je gewoon West-Europa. Hè? Nederland staat erop. Ongeveer onder de E zie je Zeeland. Dus het is een stukje gedraaid. Je ziet Spanje, de Middellandse Zee. En als ik naar zo'n kaart kijk, dan krijg ik gelijk allemaal prikkeltjes binnen. Van, hé, wat grappig, het is dezelfde wereld. Maar als je het net anders bekijkt, gebeurt er van alles. Nou, ik hoop dat als jullie over je eigen bedrijf gaan nadenken, dat je ook allemaal nieuwe ideeën opdoet. Wat ga ik doen in mijn presentatie? Ik vertel gewoon even heel eenvoudig, wat is circulair ondernemen? Wat is daar zo logistiek aan? Ik ga ook vertellen waarom die circulaire transitie zo enorm belangrijk is voor Nederland, voor de wereld en ook voor uw eigen onderneming. Er komt een blokje beleid EU en Nederland aan, ga ik straks vertellen. Als ik voldoende tijd heb, laat ik ook nog even een leuk voorbeeld langskomen. En tot slot vertel ik ook wat Evo Venedex gaat doen. Nou goed, een definitie. Wat is circulair ondernemen? Ik heb definities gezien die 10 regels lang zijn, maar voor mij is het heel eenvoudig. Het is gewoon zo lang mogelijk doen met wat je al hebt. Is dat nieuw? Nee, dat kennen we natuurlijk al lang. Hè. U zamelt allemaal statiegeldflessen in. U scheidt uw afval, u brengt uw oud papier weg. Misschien bent u wel iemand die schroefjes bewaart in potjes of spijkers rechtslaat. Of de gaten in de broeken van de kinderen repareert. Dat is allemaal circulair. Zo nieuw is het eigenlijk al niet. Maar in een circulaire economie zijn toch wel 2 belangrijke kenmerken te onderscheiden. Die ene is het streven om zo min mogelijk afval over te houden aan het eind van het gebruik van een artikel of een product. En het andere kenmerk is dat er wordt naar gestreefd om de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten zo lang mogelijk te behouden. Nou, wanneer bent u dan circulair aan het ondernemen? Dat is als u een onderneming drijft op basis van een circulair product of een dienst. Dus als u als bedrijf netjes het afval scheidt, wat natuurlijk een enorm goede zaak is, bent u dan circulair aan het ondernemen? Nee, eigenlijk niet. En als u de restwarmte van uw productiefaciliteit verkoopt aan een van de buren, is dat circulair ondernemen? Nou ja, het is op zich al circulair, maar circulair ondernemen zou ik het toch nog niet willen noemen. Dat is echt als het geïntegreerd is in het businessmodel. Waar staan we op dit moment? Op dit moment is een krappe 13% van Nederland pas circulair. Dus er is nog wel een flinke weg te gaan. De Nederlandse overheid heeft in het grondstoffenakkoord als doel gesteld om in 2050 een circulaire economie te hebben. Dus we zitten nu nog aan de linkerkant van het plaatje, eigenlijk nog wel in een lineaire economie. En we willen naar de rechterzijde toe, waar we keurig alles in circulatie houden. Als u zelf zich gaat inlezen over circulair ondernemen, dan komt u 2 begrippen waarschijnlijk wel een keertje tegen. Die eerste is de value hill en die andere is de air ladder. En daar wil ik toch op dit moment even iets meer over vertellen. De value hill kent u waarschijnlijk als ondernemer wel. Dat is hoe je de waarde opbouwt in je eigen product. In het voorbeeldje dat op de slide te zien is, wordt een fiets gebruikt. Nou, een fiets is natuurlijk grotendeels van metaal. Dat moet daadwerkelijk een keer uit de grond gehaald worden. En daar begint de keten. Daar worden dan aluminium platen van gemaakt of buizen die weer in het frame verwerkt kunnen worden. Alle onderwerpen worden geassembleerd en uiteindelijk ontstaat er een fiets die bij een blije klant terechtkomt. En daarna wordt die meestal gestolen. Dat is dan even een nadeel. Maar aan de linkerkant van die heuvel wordt de waarde opgebouwd. En in de huidige economie is het zo dat als die fiets het einde van zijn levensduur heeft bereikt, ja, dan verdwijnt hij op de afvalhoop en is die waarde in één keer helemaal weg. En dat is eigenlijk wel raar, hè? Ook als je daar als ondernemer naar denkt. Wie wil er nu dat de waarde van het product in één keer helemaal weg is? Nou, daar komt het circulaire stuk aan bod. En dat zie je aan de rechterkant van die heuvel. Als je goed kijkt, dan zie je ook dat elk woord daar met een R begint. Vandaar de air ladder. Je komt het ook wel eens als losse grafiekjes tegen. En soms zitten er meer stapjes in, soms wat minder. Uh,
Kenmerkend van die heuvel is dat de waarde boven aan de heuvel is hoger dan beneden. Dus je wil als ondernemer, als je circulair bezig bent, wil je zo lang mogelijk bovenop die heuvel blijven en voorkomen dat je omlaag zakt waar de waarde wegvalt. Dus je begint met zaken als repareren, onderhouden. Daarna kan je misschien, als de fiets gebruikt is, kan je nog tweedehands doorverkopen. Je kan, als dat niet meer kan, kan je hem uit elkaar halen, kijken welke onderdelen nog goed zijn en gebruiken in een andere fiets. En als dat ook niet kan, dan kan je misschien nog de onderdelen omsmelten en er nieuw metaal van maken. Zo zak je steeds verder omlaag op die ladder. Het is zo dat hoe lager je komt op die ladder, hoe meer nieuwe grondstof en hoe meer energie je nodig hebt om die waarde weer terug omhoog te krijgen. Daarom is het zo belangrijk om zo lang mogelijk bovenop die waardeheuvel te blijven. Ik wil nog één dingetje daarover zeggen. Jullie zien aan de rechterkant al die R-labeltjes staan en die pijltjes terug de heuvel in. Ja, belangrijk is om te beseffen dat elk van die retourstromen is ook een logistieke stroom. Met zijn eigen karakteristieken, met zijn eigen kenmerken, die komen ook lang niet altijd op dezelfde plaats retour. Als je je fiets tweedehands verkoopt, dan gaat hij gewoon naar de winkel. Maar wil je hem laten repareren, dan komt hij bij een reparatieplaats. Wordt het metaal eruit gehaald, dan gaat het naar een recyclingbedrijf. En als je zelf circulair gaat ondernemen, zult u dat ook wel merken dat je niet voor elke retourstroom met dezelfde partner uit kan komen. Vaak heb je meerdere partners nodig. Dat maakt het zo ingewikkeld en dat maakt het ook dat circulair ondernemen bij uitstek een logistiek onderwerp is. Nou, waarom is het zo belangrijk om circulair te ondernemen? Ik laat een aantal aspecten langskomen. Als het goed is, zien jullie een foto nu op de slide verschijnen. Ja, geloof het of niet, u kijkt naar een rivier. Je zou zeggen het is de plastic afvalbelt. Nee, het is een rivier op Indonesië. Die stroomt langzaam naar zee en dan wordt al dat afval wordt uitgebraakt in de oceaan. En als het dan vloed wordt, dan wordt het allemaal weer op het strand teruggeworpen. Ja, vervuiling is op zichzelf natuurlijk slecht. Het is vies en smerig, maar het komt ook de zee in waar het oceaanleven wordt beschadigd. Dat gaat ten koste van de biodiversiteit. In Nederland doen we dat natuurlijk een stuk beter bij verbrandend afval. Maar ook bij ons is het zo dat al die nanoplastic deeltjes wel in het zeewater terechtkomen. En ten koste gaan van het zeeleven waar uiteindelijk wij als mensheid ook van afhankelijk zijn. Klimaatopwarming, ja, hoe breng je dat in kaart? Ik heb ervoor gekozen om dit plaatje in beeld te brengen. Dit is Scheveningen in 2020 en het is Hemelvaartsdag, dat komt er alweer bijna aan. Ja, vroeger zag je dit soort plaatjes alleen in juli en augustus. Dit is al in mei. Ja, ik durf niet te beweren dat uitgerekend deze dag te maken heeft met de opwarming van de aarde. Maar het is wel kenmerkend dat we steeds meer van dit soort dagen vroeg in het jaar hebben, maar ook laat in het jaar, waar het extreem warm is. Dus die link is er wel. Heeft dat te maken met circulair ondernemen? Ja, wel degelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft uitgerekend dat zo'n 30% van alle emissie te maken heeft met de productie van goederen. We zijn altijd gewend te denken, als we het hebben over CO2, dat het over de verwarming gaat die omlaag moet. Of misschien de hoogovens waar we staal gemaakt worden, waar zoveel energie wordt gebruikt. Dat laatste klopt. Heel veel van de CO2 heeft dus te maken met de productie van goederen. Met het huidige CE-beleid, circulair beleid, waar ik zo meer over ga vertellen, zouden we maar liefst 7,2 megaton CO2 in Nederland kunnen besparen. Dus die link tussen CO2 en circulair ondernemen is er heel sterk. Dan het derde aspect. Ja, dit plaatje herkennen jullie wel. Dat is natuurlijk de Ever Given in het Suezkanaal die daar in 2021 dwars lag. Ik had ook een ander plaatje kunnen kiezen over mondkapjes wellicht. Of het containertekort. Ja, dan zou je een lege parkeerplaats hebben. De oorlog in Oekraïne zou helaas ook een adequaat beeld geweest zijn. Het gaat over disrupties van de toeleveringsketen. Vroeger waren we wel gewend dat die supply chain vrij soepel liep. Je kon op het laatste moment wel iets bestellen en het net op tijd in huis hebben als je het zelf nodig had.
En de laatste jaren merken we dat die toeleveringsketen steeds vaker verstoord raakt. En nu is het natuurlijk zo dat als je circulair onderneemt en de spullen en de materialen zo dicht mogelijk bij je huis houdt, dat je minder kwetsbaar bent. Nou, op de foto zie je nu een materiaal dat heet neodymium. Jullie hebben het allemaal op zak op dit moment. Het zit in je telefoon. Het is een heel sterk, maar ook heel licht magnetisch materiaal. In je telefoon wordt dat gebruikt om het te laten trillen. Het zit ook in je oordopjes om het speakertje te kunnen laten vibreren. Er is alleen niet zo heel veel van neodymium en het komt ook van ver. Het komt uit China. En zo zijn er nog meer van dat soort kritieke grondstoffen, bijvoorbeeld lithium, silicium. Die staan allemaal op de lijst van de EU van kritieke grondstoffen. En het kan natuurlijk zo zijn dat je moeilijk aan een product kan komen, omdat inderdaad de supply chain verstoord is. En dat merken we nu ook in Oekraïne. Dan zijn ook zaken als neongas, wat gebruikt wordt in de chipsindustrie, of gewoon zonnebloemolie, er is opeens moeilijk aan te komen. Maar sommige grondstoffen, daar is gewoon niet zoveel van. Dat raakt op. En als het eenmaal op is, dan is het ook weg. En dan moet je als ondernemer een alternatief zien te bedenken. Of je kan je product niet meer maken. In beide gevallen zal je als ondernemer merken dat er schaarste op de markt ontstaat. En dat er de prijzen omhoog gaan. Nu in Oekraïne zien we dat eigenlijk bijna overal. Dus dit zijn een aantal goede redenen om toch eens te kijken voor je eigen bedrijf. Moet ik dat circulair ondernemen niet gaan oppakken? Nou, wat gebeurt er allemaal in Europa en in Nederland? Ik heb op deze slide even het beleidskader geschetst. Ik ga niet al deze onderwerpen aflopen, maar als jullie zelf op verkenning willen gaan, dan zijn deze termen houvast als je gaat googlen. Ik behandel er zo wel een paar. In Europa, daar kennen we natuurlijk de Green Deal van meneer Timmermans. En daar is een heel groot bestanddeel het Circular Economy Action Plan. In Nederland wordt het beleid eigenlijk verankerd in de transitieagenda's en het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Nou, ik ga eerst even naar Nederland toe. Hoe ziet de tijdlijn in Nederland er namelijk uit? We zijn al in 2016 begonnen. Toen is eigenlijk de doelstelling gelegd om in 2050 volledig circulair te zijn. Dan is het jaar daarna het grondstoffenakkoord gesloten. Het was een heel belangrijk akkoord waarbij tal van grote bedrijven eigenlijk de doelstelling hebben onderschreven om proberen zo snel mogelijk circulair te gaan zijn. Nou, inmiddels zitten we in het eerste uitvoeringsprogramma. Dat loopt tot 2023. Daar zijn echt concrete acties in beschreven hoe we van Nederland van lineair naar circulair gaan. Volgend jaar loopt het dus al af. Dat betekent ook dat er op dit moment alweer aan het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt geschreven. In 2030 is het de bedoeling dat we al de helft van de hoeveelheid nieuwe grondstoffen gebruiken dan we nu doen. Dus in 2030 is het de bedoeling dat we half circulair zijn. In 2050 uiteindelijk helemaal circulair. In Nederland is dus het uitvoeringsprogramma eigenlijk de plek waar de concrete acties worden bedacht. Er zijn een vijftal transitieagenda's ooit bestempeld, die zien jullie ook in beeld. De een loopt wat harder dan de ander. Transitieagenda biomassa en voedsel, die bestaat helaas niet meer, die is opgeheven. Aan de rechterzijde zien jullie ook een aantal dwarsdoorsnijdende thema's die eigenlijk voor elke agenda belangrijk zijn. Die zijn dan apart ingericht. En het zal jullie misschien opvallen dat logistiek daar niet bij staat. Dat vind ik wel gek, want in al die agendas is logistiek eigenlijk een essentieel onderdeel. Dat besef begint gelukkig ook door te dringen bij de overheid. Dus we hebben wel hoop dat in het nieuwe uitvoeringsprogramma logistiek een belangrijkere plek krijgt. Dan gaan we naar Europa toe. Daar is de hoeksteen van het circulair ondernemen eigenlijk het Circular Economy Action Plan. En die is vorige maand vernieuwd. Dat betekent niet dat die helemaal opnieuw uitgedacht, maar alle programma's die liepen, die zijn eigenlijk even opnieuw opgefrist en gebundeld en opnieuw gepresenteerd aan de wereld. Het is een flink plan. Er zitten een stuk of 30 acties in. Die zal ik niet allemaal met jullie doorlopen. Ik wil er wel een paar uithalen.
En heel belangrijk is bijvoorbeeld het Eco-Design Directive. Dat kennen jullie misschien wel van de energielabels op de koelkast of andere elektronische apparatuur. Nou, nieuw is dat die wordt uitgebreid naar ook andere apparaten. Dus ook apparaten die niet per se energie verbruiken. Dus het wordt breder en het zal ook veel meer gericht worden op circulariteit. Dus niet alleen het stroomverbruik, maar ook de levensduur. Hoe goed je het kan recyclen, hoe goed kan je het repareren. Zitten er misschien gevaarlijke stoffen in? Dat soort zaken gaan allemaal ondergebracht worden in het Eco-Design Directive. Ander die ik kort wil benoemen is het digitaal productpaspoort. Daar gaat mijn collega zo iets meer over vertellen. Dat moet je zien als een soort digitale bijslijter, waarin iets wordt verteld over hoe het product is samengesteld, zodat je ook weet hoe je het kan recyclen of op een andere manier verwerken. Daar gaat ook iets in gezegd worden over welke zorgwekkende stoffen erin zitten, die mogelijk een verhoogd risico op kanker geven bijvoorbeeld. En daar zou ook iets in terecht kunnen komen dat te maken heeft met sociale misstanden op de arbeidsplaats. Bijvoorbeeld de plek waar grondstoffen gemijnd worden. Gaat dat daar op een nette manier of helaas misschien niet? Digitale track-and-trace systemen, daar gaan we straks ook wat dieper op in. Dan moet je niet denken aan je pakketje dat je volgt op weg naar huis, maar het is meer een systeem voor producenten zelf om te weten waar hun eigen grondstoffen zijn, als ze naar je toe komen, de onderdelen. Maar ook als je je producten gemaakt hebt, waar ze dan daarna terechtkomen bij de klant of op andere plaatsen. En het is ook een manier voor de EU om een beetje in de gaten te houden waar al die kritieke grondstoffen in Europa zijn, waar ik het eerder over had. Dit beleid, er zijn een aantal sectoren benoemd die extra belangrijk zijn. Die zien jullie onderaan staan, de belangrijkste waardeketens. Dus elektronica, ICT, batterijen, verpakkingen, dat zijn allemaal sectoren die ook waarschijnlijk als eerste met dat digitale productpaspoort te maken krijgen. Bestaat nog niet het productpaspoort, zo horen jullie er meer over. Dan is er nog een blokje afvalpreventie in het actieplan bedacht. En daar kom je de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tegen. Dat is niet nieuw. Zit u in de elektronica of de batterijenwereld, of misschien de autovrakken, dan kent u het al. Dit wordt gezien als een van de meest effectieve tools om circulaire doelen te bereiken. Dus mijn verwachting is dat dat ook voor andere sectoren gaat ingevoerd worden. Europa wil dat erg graag. Textiel komt er volgend jaar aan. Voor matrassen is men ook al bezig. Maar het zou zomaar kunnen dat uw sector er over een jaar of vijf ook bij zit. Wat is het? Dat betekent dat de partij die in Europa als eerste een product op de markt brengt, dus dat kan de producent zijn, maar ook de distributeur, die is eigenlijk ook verantwoordelijk voor het verwijderen van het afval of zorgen dat het in die circulaire economie weer terugkomt. Het kan zijn dat een bedrijf dat voor zichzelf regelt. Soms pakt een hele sector dat gezamenlijk aan. Wordt er bijvoorbeeld gezamenlijk een afvalbeheersbijdrage ingevoerd om die goederen in te zamelen en te verwerken. Even kijken, wat wil ik er nog meer uithalen? Europa streeft ook heel erg naar een gifvrije samenleving. Er wordt erg naar gestreefd om producten gewoon van ontwerp al veilig te laten zijn, safe by design, dat daar geen risicovolle stoffen in zitten. Europa wil ook eigenlijk heel graag weten waar die stof waar je misschien kanker van krijgt of die schadelijk zijn voor je DNA, waar die zitten en in welke producten die zitten. Het zou zonde zijn dat je een bepaald plastic onderdeel wil verwerken naar kinderspeelgoed en daar blijkt dan een schadelijke stof in te zitten. Vandaar dat dat erg belangrijk is. Dat is wel een voorwaarden om de circulaire economie echt goed op gang te krijgen. Het laatste wat ik wil benoemen is dat Europa aan de slag gaat met de definitie van afvalstoffen. Dat is een hele welkome ontwikkeling. In Nederland is op dit moment vaak niet duidelijk wanneer iets afval is en wanneer iets een secundaire grondstof is. Er zijn best wel veel problemen mee. Als je circulair gaat ondernemen, dan is het laatste wat je wil dat je opeens wordt bestemd als afvalverwerker. Dan krijg je te maken met allerlei vergunningen, terwijl je eigenlijk gewoon aan het ondernemen bent met een secundaire stroom. Nou, Europa gaat ermee aan de slag. Ook in Nederland is er een taskforce herijking afvalstoffen mee bezig om te kijken of die definitie scherper kan.
En het liefst voor alle EU-landen hetzelfde, dat je ook geen problemen hebt met het exporteren van afval. Nou, het was een hele lijst. In de slide heb ik een linkje opgenomen in de titel. Dan komt u in het plan terecht en dan kunt u daar meer over lezen. Een paar laatste dingen die ik wil nog benoemen. Het Carbon Border Adjustment Mechanism, misschien heeft u daar wel eens over gehoord. Dat betekent dat als een product wordt ingevoerd in de EU, dat daar misschien een belasting wordt opgeheven als dat product meer CO2-uitstoot heeft dan het gelijkwaardige product in Europa zelf. En waarom benoem ik dat nu? Nou, ik ben erg benieuwd hoe er mee wordt omgegaan als een product circulair is. Hoe dan die koolstof CO2-belasting gemeten gaat worden. Ook interessant is de IMVO-regelgeving rond due diligence. Die regelgeving wordt op dit moment ontwikkeld en is bedoeld om sociale misstanden in de keten op te sporen. En het is de bedoeling dat een ondernemer in zijn eigen keten, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts, in de gaten gaat houden hoe dat product is ontstaan, onder welke omstandigheden, onder welke milieuomstandigheden ook. Kleine bedrijven die vallen daar hoogstwaarschijnlijk niet onder, maar er is wel de kans dat zij via contractuele verplichtingen er toch mee te maken krijgen. Dan tot slot, het is niet alleen maar slecht nieuws. Er is op dit moment ook een nieuwe subsidie geopend. Bij RVO kunt u daar meer over lezen. Subsidie circulaire ketenprojecten. Het gaat om ongeveer 6 miljoen en het is bedoeld voor verschillende bedrijven om samen te werken naar een circulair product toe. Het is niet voor adviseurs bedoeld, het is ook niet voor verkenningen bedoeld. Het zegt de bedoeling dat als je daarmee aan de slag gaat en je bent klaar, dat je een nieuw product hebt dat de markt op kan, dat markt klaar is daarna. Ik kijk even naar de tijd. Hebben we nog tijd voor een voorbeeld? Nou, gaan we er eentje doen. Arend Gispen. Dit is een bedrijf waar ik een paar jaar terug mocht kijken. En toen hadden ze in een hoekje van dat magazijn al een plaats waar ze circulaire producten in elkaar zetten. Want hun opdrachtgevers die zeiden vaak, joh, we zijn toe aan iets nieuws, maar we willen eigenlijk geen nieuwe set meubels kopen. We hebben het liefste dat jullie onze bestaande voorraad opknappen. En kunnen jullie dat dan? Nou, Arend Gispen, het zijn twee afzonderlijke merken natuurlijk, maar die werken wel samen binnen dezelfde holding. Die zeiden tegen dat soort opdrachtgevers, dat gaan we doen. En dus hebben ze ergens een hoekje ingericht waar ze aan de slag gingen. Maar eigenlijk verstoorde dat een beetje hun normale processen. Dus vorig jaar hebben ze besloten een circulaire hub in te richten. En zoals jullie op de slide zien, ziet dat er verdacht veel uit als gewoon een distributiecentrum met een bord op de gevel. Maar aan de binnenkant wordt het toch interessant als je daar gaat kijken. Want wat doen zij daar allemaal? Dat is de plek waar een centrale plek waar producten binnenkomen, die ze daar kunnen opknappen, waar ze dus ook onderdelen verzamelen die retour komen uit de markt. En dus daar een nieuw leven geven. Zo ziet het er dan ongeveer uit. Ja, aan de linkerkant is iemand bezig zo'n bureaustoel op te knappen. Als ik zo'n foto zie, dan ga ik me eigenlijk al een heleboel vragen stellen. Want zo'n stoel bestaat uit verschillende onderdelen. Zijn die onderdelen allemaal even nieuw? Hebben die allemaal dezelfde kwaliteit? Zijn die dan een keertje omgespoten? Het voorraadbeheer voor alleen al zo'n stoel is oneindig veel ingewikkelder dan voor een nieuw product. Die man is op dit moment de rugleuning aan het monteren. Ja, wat als hij nu merkt dat zijn werkvoorraad opraakt en dat er in het magazijn ook niks meer staat? Je kan niet eventjes nieuw bestellen. Die rugleidingen moeten daadwerkelijk wel eerst terugkomen uit de markt voor je zelfs secundaire stroom kan gebruiken. Of je moet er alsnog voor kiezen om nieuwe rugleidingen erop te schroeven. Maar dan ben je natuurlijk niet helemaal circulair bezig. Nou, wat ik knap vind aan Arend Gispen is dat al die dingen die ze toch al moesten doen om dit circulaire businessmodel voor elkaar te krijgen, dat ze je ook nog eens een keer los in de markt hebben gezet. Bijvoorbeeld het opslaan en verhuizen. Hè. Zij moeten die spullen bij bedrijven terughalen naar een eigen magazijn, een eigen werkplaats. Dat betekent dat je een verhuisbedrijf hebt die dat terugbrengt. En het gaat verder dan gewoon even alles in een busje laden en het terugbrengen. Daar moet voorzichtig mee omgegaan worden. Soms wil je niet de hele tafel hebben, maar alleen de stoelpoten. En dan heb je het liefste dat de rest ergens in het land wordt opgeslagen.
Dat is een andere competentie dan gewoon maar eventjes van A naar B vervoeren. Onderhoud en repareren, ze moeten dat voor zichzelf doen, maar je kan het natuurlijk ook als dienst in de markt zetten. Is er iets stuk aan jouw meubel, bel ons dan maar, dan gaan wij het voor je opknappen. Furniture as a service, niet meer iets verkopen, maar het gewoon bij wijze van spreken verhuren aan de klant en daarna krijg je het weer terug. Het blijft in eigendom van Arend Gispen en de klant maakt er alleen maar gebruik van. Dat is een vrij logische dienst die je ook los in de markt kan zetten. En rechts onderaan zie je ook meubelmanagement. Arend Gispen die zal in deze nieuwe circulaire markt zal die dus in de gaten moeten houden waar hun producten allemaal zijn. Bij welke klanten, wat is de staat ervan. Dus dat meubelmanagement, dat hebben ze voor zichzelf van nodig. Maar je kan het natuurlijk ook aan de klant aanbieden die misschien ook wel wil weten hoe het zit met hun voorraad. Dus dat is een hele slimme manier om een aantal diensten te ontwikkelen rond een initiatief dat ze toch al wilden doen. Nou, dan kom ik richting het einde van mijn presentatie. Wat doet Evo Venelex zelf hieraan? Wij zijn dit jaar van start gegaan met een ondernemersnetwerk logistiek binnen de circulaire economie. Dus speciaal gericht op die ketenaspecten, zoals ketenregie, retourstromen. Het is een plek waar ondernemers zelf ervaring kunnen uitwisselen. We zijn net van start, dus we hebben zo 10, 15 bedrijven die op dit moment meedoen. Als je ook mee wilt doen, dan kan dat vanzelfsprekend. Stuur gewoon mij een mailtje en dan zet ik je op de lijst. Plek om ervaring uit te wisselen. Het is ook een denktank of een klankbord waar ik mijn eigen ideeën kan testen en toetsen. De ideeën van de vereniging. We willen samen ook een goede gesprekspartner zijn van de overheid, die vaak toch niet heel goed weet hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Nou, met zo'n ondernemersnetwerkje ben je een goede gesprekspartner. We willen ook een onderzoekpartner zijn voor hogescholen, universiteiten, wetenschappers. Niet zozeer dat wij dan het onderzoek gaan uitvoeren, maar wel dat bedrijven input kunnen geven, of bijvoorbeeld studenten kunnen ontvangen voor stages of onderzoekprojecten. We zijn één keer nu bij elkaar gekomen met het ondernemersnetwerk. Daar hebben we een hele lijst met vraagstukken gedefinieerd die allemaal met logistiek te maken hebben. Die noem ik niet allemaal hoor, maar een paar interessante zijn: hoe kan je nou die circulaire transitie in stapjes onderverdelen? Waarbij je als elk stapje er direct al wat aan hebt als ondernemer. Dat is toch iets waar veel bedrijven mee kampen. Ook interessant is welke nieuwe competenties je nodig hebt. Stel je voor dat een collega aan je vraagt: hey, klant X die wil een life cycle analysis van ons hebben. Wil je die eventjes opsturen eind van de week? Ja, kunt u dat dan? Dat is misschien wel een nieuwe competentie, een nieuwe vaardigheid die je moet hebben. Ook werd benoemd dat op dit moment vaak bepaalde diensten ontbreken die je nodig hebt als ondernemer. Vaak zit dat in de IT-hoek, nou, daar horen we zo meer over. Bedrijven zijn ook heel erg op zoek naar manieren om samen te werken. En het zou interessant zijn als je kan uitzoeken of voor een bepaald type bedrijf een bepaalde vorm van samenwerken ook meer voor de hand ligt dan iets anders. Je komt van alles tegen, bijvoorbeeld dat de producent het voortouw neemt. Je ziet ook dat er soms iets nieuws wordt opgericht. Ik las van de week een voorbeeldje online van een aantal textielfabrikanten die samen retourstromen gaan organiseren. Dat zijn concurrenten van elkaar. Dus dat is een interessante ontwikkeling, vind ik. Het laatste is ook, zou je in de algemeenheid iets kunnen zeggen over hoe je omgaat met transparantie in de keten, met machtsverhoudingen. Misschien heeft één meer macht dan de ander. Dat moet je allemaal op een bepaalde manier organiseren. Daarmee willen we aan de slag met dat ondernemersnetwerk. Nou, dan kom ik bij het einde bijna. Ik laat nog één dingetje zien. Dit zijn de partners waarmee we dat doen. Al die paarse bolletjes, dat zijn partijen met wie we ook jaarlijks een evenement organiseren over circulair ondernemen. We zijn ook bezig met het European Supply Chain Forum, waar de TU Eindhoven aan verbonden is. En we hebben natuurlijk onze eigen hoogleraar op Nijenrode, die ook ons met hier samenwerkt. Nou, dit was mijn presentatie. Ik hoop dat het jullie heeft geïnspireerd om flink na te denken. Dat het jullie ook een ander perspectief biedt om aan de slag te gaan met de eigen onderneming. Dankjewel, Elmar. Volgens mij een heel helder verhaal voor ons in ieder geval ook om hier te volgen. Gezien de tijd zou ik zeggen, doen we vragen even achteraf. Ja. Die ruimte is er ook, dus dan kunt u ook het contact zoeken met Elmar zelf, dan wel dat per mail doen. Dan gaan wij verder met ons volgende programma onderdeel.
En dat gaat eigenlijk over een enabler voor die circulaire economie, waar je eigenlijk niet zonder kan om die stap te kunnen zetten om circulair te gaan ondernemen, namelijk digitalisering. Essentieel dus voor je bedrijfsvoering om daar die stappen te kunnen zetten. Het zijn echt de tools om inzicht te krijgen. Nou, dat verhaal wordt zo direct ingeleid door mijn collega Danielle Viret. Die zal u meenemen in de tools die er zijn, van echt de blockchain technologie tot aan de tracking, tracing en alles wat daar binnen past. Zij zal dat kort toelichten en daarna ga ik het gesprek aan met Jules Tutuarima, die hier aanwezig is, van Houtwerf. En die gebruikt het eigenlijk al in de praktijk. Dus met een aantal vragen gaan we eens even kijken hoe zij dat nu aanpakken en waar dat toe leidt. Dus ik ga het woord geven aan mijn collega Danielle. Kom erbij. Dankjewel, Thomas. Ik ben dus Danielle Viret en ik ga dus even inleiden waarom digitalisering essentieel is voor een circulaire bedrijfsvoering. Circulair ondernemen vereist echt een gesloten systeem, een systeem van gesloten kringlopen. En om dit gesloten systeem te beheersen is het noodzakelijk dat stromen van grondstoffen en eindproducten geregistreerd worden en zichtbaar worden gemaakt. En dit kan dus heel goed met de hulp van digitalisering. En dit moet allemaal gebeuren om dus weer te kunnen hergebruiken en om hier een continu proces van te maken, van dat hergebruiken. Ja, heb je dus eigenlijk verschillende technieken en tools nodig vanuit of digitale tools en technieken. Ik ga hier even heel kort op in, want Tutuarima die van Houtwerf die gaat dat zo breder toelichten vanuit de praktijk. Ik moet wel even mijn sheets kijken. Doorgaan. Ik begin met het materiale paspoort. Dit paspoort moet het in de toekomst, bestaat nog niet, zoals Elmar net ook al aangaf. Dit paspoort moet in de toekomst mogelijk gaan maken om materialen en producten dus efficiënter te gaan beheren. Materiale paspoort omvat heel veel informatie, niet alleen over het soort materiaal, maar ook over de hoeveelheden, de wijze van montage, aanpassingen van het object en ook zeker ook de milieu-impact van materialen. Eigenlijk dekt de naam materialenpaspoort dus ook niet de totale lading. Het wordt ook veelal circulaire productenpaspoort genoemd. Een voorbeeld hiervan is de leidraad in de maakindustrie en deze is te vinden op circularemaakindustrie.nl, om even een voorbeeld te geven. Naast het de informatie in dit paspoort is het ook om circulair te kunnen ondernemen ook echt essentieel om te weten waar producten en onderdelen van producten zich bevinden. Dit kan door middel van track and trace. En hiervoor wordt dus steeds meer door bedrijven blockchain gebruikt. Even heel kort door de bocht is blockchain dus een is een gedeelde database waarin verschillende deelnemers elkaar dus controleren, elkaar in de gaten kunnen houden. Een mooi voorbeeld, ook op de slide al te zien, is hierin is de aardappelindustrie. Dus een uitdagende logistieke operatie met veel verschillende bedrijven, veel bedrijven in de keten. En de aardappels van, volgens mij uit mijn hoofd, 600 telers in heel Europa. Die worden hier gekeurd, verwerkt en daarna door de hele wereld vervoerd. Dat is allemaal door middel van blockchain dus zeer goed in zicht te houden van elkaar. Nou, het is duidelijk dat digitalisering een zeer belangrijk middel is om circulair te kunnen ondernemen. Je kan alleen niet in één keer zomaar als bedrijf gebruik maken van technieken zoals blockchain, AI of Internet of Things. Omdat je echt wel een aantal fasen
moet doorlopen als bedrijf zijnde. Die fase, ja, het start eigenlijk met fase 1. Dat is de digitale basis. Dat betekent eigenlijk dat je vooral intern aan de slag moet gaan om je eigen data te verzamelen en deze betrouwbaar te maken. En echt te kijken van, ja, wat is nou de juiste data en waar willen we dat voor gaan gebruiken. Fase 2 is een stapje verder. Dat gaat... ga je die data nog meer verrijken met de data van anderen. Onder andere door samen te werken. En uiteindelijk kom je dan in fase 3. Het gaat van transitie naar transformatie. In de fase waar je eindelijk gebruik kan gaan maken van AI, van Internet of Things en blockchain. En in fase 4, weer een fase verder, leer je ook goed om te gaan als bedrijf met disrupties. En kan je ook gaan starten met nieuwe businessmodellen, waar ook later in dit webinar nog verder op in wordt gegaan. Wij als Evo Fenedex, omdat het best wel moeilijk is om te zien waar je als bedrijf bevindt in die digitale transitie, hebben wij een gratis digiscan ontwikkeld. Waar je heel duidelijk ziet in welke fase je dus bevindt als bedrijf. En waar je ook door ons geholpen wordt met welke stappen je nog te zetten hebt en hoe je dat kan doen. Deze digiscan is te vinden op onze website. En natuurlijk ook met een belletje naar onze organisatie kunnen we daar veel meer over vertellen. Ja, dat was even mijn introductie. Ik ga nu het woord geven aan Thomas en aan Shu Tutuarima van Houtwerf. Omdat zij gaan veel breder door middel van de praktijk nog in op waarom digitalisering echt essentieel is voor bedrijfsvoering. Dankjewel Danielle en welkom Jules bij mij aan tafel. Leuk dat je erbij bent. Jules, jij werkt bij Houtwerf. Klopt. Nou ja, ik kan me iets voorstellen wat jullie doen, maar misschien moet je even heel kort voor de kijkers thuis. Wat zijn jullie voor onderneming en waar zijn jullie op actief? Houtwerf is een familiebedrijf. Opa is in september 1932 begonnen midden in Leiden met een houthandel. Dat is later uitgebreid groter geworden. Drie zoons zijn in het bedrijf gekomen, hebben het bedrijf nog groter gemaakt en internationaal. En in 2003 hebben twee zoons van de oudste van de drie broers, die hebben het bedrijf overgenomen en inmiddels een aantal jaren succesvol geleid. Dus dat is de kern. We hebben in Nederland hebben we dan een groothandel voor Nederland. In Aals hebben we dat voor België. En in Bruyère hebben we dat voor Frankrijk. Daarnaast hebben we nog 19 gamma's en 10 doet zelf zaken in Servië. Dus alles bij elkaar is het echt wel een serieuze onderneming geworden. Nou, als we het zo horen inderdaad. En er kwam bij jullie een moment, of bij jou een moment, dat je dacht, ja, circulariteit, daar moeten we wat mee. Of hoe is dat eigenlijk ontstaan? Wat was nou de driver om daarmee aan de slag te gaan? Een beetje anders. We maken elke keer plannen voor de toekomst. En in 2019 zaten we om de tafel en te brainstormen van, hoe gaan we nou verder als Houtwerf? Ja. Waarom zijn wij als groothandel, waarom hebben we nog een toegevoegde waarde? Mm-hmm. En toen zaten we eigenlijk te zoeken naar een doel. Ik was al eigenlijk een paar jaar op zoek naar een echt doel voor de onderneming. Ja. En toen hadden we ons eerste circulaire product, Rubberwood. En eigenlijk zijn we daarop door gaan fantaseren. En ook met de doelen die gesteld zijn door de overheid, hebben we op dat moment besloten dat wij circulair als nieuwe bedrijfsdoel zijn gaan formuleren. Daarmee hebben we ook in 2020 onze visie en missie veranderd. Ja. Echt naar het circulair. Ja, oké. Dus is dat echt een missie en visie die jullie hebben veranderd op dat vlak? En wat je ook aangaf, is dat een persoonlijke ambitie? Die proef ik ook. Ja, dat is ook zo. Ik heb gemerkt dat als je als organisatie echt een doel hebt, dat je daardoor ook succesvol wordt. Ja. Dus vandaar, en als je een verzonnen doel hebt, dan kan je daar nooit helemaal 100% achter staan. Ja. Ja. Maar bij dit zijn we vanuit het management in ieder geval allemaal dat we er 100% achter staan. En financiële voordelen, verwacht je die daar ook in of is het nu eerst investeren? Ja, we zijn altijd gewend om trendvolger te zijn. Ja. Dus eigenlijk een nieuwe rol. Je wordt er eigenlijk een soort van trendsetter. Wat een nieuwe rol is en waardoor je gewoon wel moet investeren. Ja. Je gaf net aan, jullie hebben een missie en visie hebben jullie toen aangepast. Maar ik kan me ook voorstellen, hoe ga je nou je bedrijf ook daarop voorbereiden? Wat zijn nou die
die roadmap of iets dergelijks die je daarmee dan gaat neerzetten? Hoe is dat gegaan? Dat is lastig, want voor ons was het ook allemaal nieuw. En dan ga je om je heen kijken en eigenlijk hadden we geen roadmap. Eigenlijk is het een soort van zoektocht geworden van wat moet je nou doen om de volgende stap te zetten. Ja. Maar omdat we wel ervan overtuigd zijn dat we dat moeten doen, zijn we ook met de inkoop op zoek gegaan naar nieuwe producten en in ieder geval proberen die weg te vinden. Ja. Nou, en toen je die stappen gingen zetten, toen kwam je ook achter dat er digitale basis nodig was. Ja. Is nog steeds, neem ik aan. En hoe is dat gegaan? Ja. We hebben een wat verouderd systeem, wat er in ieder geval voor zorgt dat we de inkomende stroom goed kunnen verwerken en goed kunnen vastleggen. Mm-hmm. Maar met circulariteit moet je de hele stroom, dus ook de keten na je, gaan vastleggen. Ja. Dus vandaar dat we besloten hebben om een nieuw automatiseringssysteem te gaan opzetten. Okay. En dat wordt dit jaar in gebruik genomen om ook het stukje achter... Dat we daar ook dat vast kunnen leggen op een goede manier. En daar zijn we ook al bezig met klanten om daar in ieder geval de eerste stappen in te ondernemen. En dus, krijg je daar dan, ik kan me voorstellen dat daar ook wat weerstand dan op gang komt. Ja, altijd. Maar goed communiceren, dat is eigenlijk met elk onderwerp. Ja. Dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ja. Waarom je iets doet en als je het goed uitlegt, dan is het ook dat mensen daarin meegaan en ook enthousiast worden. Oké, dus het balletje ging wel rollen dat je ook merkt bij klanten en in je keten van dit is iets waar we graag mee willen doen. Ja, want het is natuurlijk iets wat niet verzonnen is door Houtwerf. Nee. Het is natuurlijk dat heel, sla maar een blad open of kijk maar naar een programma, duurzaamheid, circulariteit, dat is op dit moment gewoon hot. Ja. En daarom is het ook niet zo heel moeilijk om klanten te kunnen overtuigen. Okay. Daarnaast kennen wij het ook al vanuit het FSC-certificaat, dat je de hele keten in kaart brengt, zodat je zeker weet. Dat het allemaal klopt. Ja. En budgetair, liep je daar nog tegen zaken aan of je dacht van daar hadden we niet aan gedacht of dat viel tegen? Maar het grote voordeel is natuurlijk dat je vanuit het management die beslissing hebt genomen. Ja. En dat je het uitlegt aan je organisatie. Ja. En als je beslissing neemt, heeft dat gevolgen. Ja. Dus dan moet je die ook aanvaarden. Ja. Dus ook de investeringen daarvoor, die worden gewoon vrijgemaakt. Ja, en zijn er nog, we hebben het net over een aantal digitale zaken gehad, zijn ook door Danielle toegelicht. Track and tracing was er daar een van. Nou ja, ik kom een beetje uit de duurzaamheid van het goederenvervoer, daar hebben we het vaak over track and tracing in het goederenvervoer zelf. Maar hier hebben we het over een andere vorm van tracking en tracing. Ja. Kan je dat toelichten, hoe dat bij jullie werkt? Wij kopen materialen in per lot. We hebben een contract waar een productienummer aan zit. Dus dat zorgen we voor dat, in ieder geval aan de voorkant is dat nu dicht. Ja. En met het nieuwe automatiseringssysteem zorgen we dat strakjes dat aan de achterkant ook dicht zit. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat het bij ons verlaat en dat we het aan een klant gaan verkopen, dat ook dat stukje vastgelegd wordt. Ja, dus je hebt de hele keten eigenlijk in beeld. Ja, dat moet ook. Ja. Want uiteindelijk moet je het retour nemen. Ja. En je wil natuurlijk geen producten retour nemen die jij niet geleverd hebt. Nee, precies. En op deze manier kan je dat inzicht houden en weet je dat het van jullie afkomstig is. Ja. Oké, heel essentieel. En die digitale ketens, daar valt het eigenlijk ook een beetje bij. Hè? Hoe geef je daar invulling aan? Hoe bedoel je? Nou ja, als je die hele digitale keten pakt, track and tracing is dus een deel wat je pakt. Ja. Zijn er nog andere aspecten die erbij komen kijken? Nou ja, we hebben de hele LCA is ook al genoemd. Hè, berekenen van welke footprint het nou... En daar zijn we ook al mee begonnen. Ja. Om elk product in kaart te brengen. Die expertise hadden we niet in huis. Ja. Dus daar hebben we speciaal een marketingbureau voor ingehuurd die dat specialisme wel in huis heeft. Okay. Dus we zijn in kaart aan het brengen welk product, welk footprint heeft. Ja. Daarnaast zijn we ook nog aan de andere kant bezig, omdat we in Oeganda een dorp aan het steunen zijn. Mm-hmm. En die hebben dan een bamboeplantage. Ja. En daar is vorig jaar 90 hectare bamboebos aangeplant. Zo. En ook dit jaar doen ze dat. Ja. En daarmee heb je ook een stukje compensatie voor je CO2 footprint. Ja. We zijn bezig om in kaart te brengen wat één drop aan CO2 belasting kost per klant. Mm-hmm. Onze vervoerder heeft nieuw
een update op hun pakketje gekregen afgelopen jaar. En daarmee kunnen ze dat vastleggen. Dus op die manier proberen we aan allerlei kanten te zorgen dat we alles in kaart aan het brengen zijn. Ja. Dus dan kom je ook eigenlijk weer een beetje bij de basis waar we die vorige webinars ook mee begonnen. Het ging ook over het inderdaad inzichtelijk krijgen van je carbon footprint, je CO2-uitstoot. Dat doen jullie dus op deze manier. Daar valt ook transport onder. Ja, uiteraard. En dus, om te kunnen kijken van wat is strakjes die CO2-belasting van een product. Ja. Moet je eigenlijk vanaf de basis, vanaf het moment dat die boom gekapt wordt, tot aan het product wat er bij mij in huis is. Ja. En zorgen dat je dat in kaart hebt, dat je daar de waarde van kent. Ja. Nou, als ik het zo hoor, zijn jullie echt al hele mooie stappen aan het zetten. Ja. Kan ik nou echt al zeggen, jullie zijn volledig circulair? Wanneer is dat punt verwacht je bereikt? Ja, nee, we zijn voorlopig nog niet volledig circulair. Nee, we hebben echt een aantal producten. Ja. En we proberen dat aantal producten zo snel mogelijk uit te breiden. Maar dat is best lastig. Ja. En dan merk je dat, gelukkig niet wij alleen, maar ook andere bedrijven daar heel druk mee bezig zijn. Dus het gaat wel steeds sneller. Ja. Maar we hebben in onze missie ook gezegd van 2050 willen we alleen nog maar circulaire houtproducten verkopen. Ja, dus er ligt nog een enorme uitdaging voor de komende 25 jaar op jullie bordje en op ons bordje, denk ik. Want ook voor iedereen die meekijkt. Ik wil jou hartelijk bedanken volgens mij voor even wat stukje inzicht in hoe jullie dit hebben aangepakt. Mochten er nou na afloop nog vragen zijn of over jouw casus echt en hoe jullie dat aanpakken, dan geven we daar ook nog de ruimte voor. Okay. Voor nu in ieder geval hartelijk dank. En dan gaan wij door naar Jacques van der Veen. Dankjewel, Jules. Want Jacques van der Veen, daar heb ik eerder mee gesproken. Hij was helaas vanwege omstandigheden niet in staat om hier vandaag bij aanwezig te zijn. Maar Jacques van der Veen is hoogleraar Supply Chain Management aan Nijenrode en ook aan ons verbonden. En Jacques, die houdt zich al langer bezig met circulaire businessmodellen. En met name, hoe kan je nou die overstap gaan maken? Hè? We hoorden net van Jules al het een en ander hoe zij dat hebben aangepakt. Maar ik kan me voorstellen dat er ook veel bedrijven zijn waar het echt wel lastig is om die eerste stappen te zetten en om je businessmodel daar daadwerkelijk aan te gaan passen. Nou, dat gesprek heb ik met Jacques eerder gevoerd. Daar gaan we even naar kijken zo dadelijk. Dat duurt ongeveer 15 minuten. Dan kom ik nog bij jullie terug met een korte afsluiting en om even aan te geven hoe we daar verder mee omgaan met deze webinars. Ik ga de film starten en veel kijkplezier. Jacques, hartelijk welkom ook bij ons webinar. Heel fijn dat je erbij kan zijn. Met de mooie achtergrond van Nijenrode die we zien. Ik wilde jou wat vragen stellen over het circulair ondernemen en hoe jullie daar tegenover staan. Misschien die allereerste vraag om mee te starten. Wat is nu eigenlijk een circulair businessmodel? Wat moeten we daaronder verstaan? Ja, circulair businessmodel is natuurlijk de vraag, wat is een businessmodel? En dan moet je daar nog circulair aan toevoegen. In het onderzoek wat ik ook samen met de EcoVenindex heb gedaan, hebben we eigenlijk het businessmodel Canvas gebruikt als framework. Heel veel mensen zullen dat wel kennen. Het zijn eigenlijk 9 velden, 9 gebieden waar een organisatie uit bestaat. Dat gaat helemaal in de allersimpelste vorm. Je koopt spullen in, je doet er iets mee en vervolgens ga je dat natuurlijk richting de klanten brengen. Maar dat is natuurlijk niet het enige. Er moet ook nog een financiële stroom in zijn. Hè. Dat is een businessmodel, dus je moet ook nog iets aan kunnen verdienen. Dus er zit een stukje financiën in. Er zit zeg maar een stuk supply chain in. Met welke partners ga ik dan doen? En wat creëren? En er zit een stuk wat we traditioneel noemen marketing of commercie. Welke klantwaarde willen we genereren? En hoe zorgen we ook dat dat spul zeg maar bij de klanten komen. Hè? Dus wat zijn je distributiekanalen? Hè? Doen we het online of doen we het rechtstreeks leveren of via retailers? Nou, al dat soort opties. En multichannel hebben we tegenwoordig over. Nou, dat is eigenlijk het businessmodel. Het bestaat uit 3 hoofdcomponenten. Zeg maar de commerciekant, de financiële kant en wat ik dan maar even voor gemak de supply chain kant noem. Die kun je niet los van elkaar zien, want die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Hè? Dus als je financiële stromen niet goed zijn, kun je nog zo je best doen aan de inkoopkant. Maar dat gaat hem niet worden als je een commercieel prachtig
propositie hebt, maar je kunt de spullen niet krijgen, ja, dan gaat het hem ook niet worden. Dus die dingen horen bij elkaar. En vandaar dat we zeggen, die 9 velden in totaal, dat is het businessmodel. En wat is nu een circulair businessmodel? Dat is eigenlijk een businessmodel waar circulariteit een hele belangrijke drijver is om geld te verdienen, om je marktpropositie te doen en om je supply chain in te regelen. Dus dat betekent circulair, en dan snapt iedereen wel. Hè? Dus de klassieke supply chains zijn lineair, zeggen we dan. Hè? Dus van grond tot mond en van goedje tot doetje, van veld tot vaas, van korrel tot borrel, allemaal dat soort dingen. Hè? Dus je begint met iets en je eindigt met iets. Ja, in zijn allerergste vorm, een collega zegt dat wel eens van mij zegt dat wel eens, die zegt, nou ja, wat doet een supply chain? Die zet waardevolle grondstoffen om in afval. Dat is natuurlijk nogal ernstig. Zeggen nee, dat moeten we niet willen. Afval kan ook weer een stroom. En dus dat in feite dat je het circulair maakt. Hè? Dus dat het ook weer terugstroomt in die hele keten. Dus eigenlijk is een circulair businessmodel voor mij. Hoe zorgen we ervoor dat we een klantwaarde genereren met spullen die we ook weer kunnen hergebruiken. Die we dus ook aan, de, zeg maar, aan onze supply chain kant weer terug kunnen nemen. En hoe zorgen we ook voor dat we daar geld aan verdienen. Van, ja, het moet niet alleen geld kosten, het moet ook iets opleveren. Dus een circulair businessmodel is eigenlijk gebouwd op het idee dat vanuit de circulariteit wij een profitable business hebben. Dank je wel, Jacques. En wat zijn dan de directe voordelen voor de ondernemer of de maatschappij als hij zo'n circulair businessmodel zou gaan toepassen? Nou ja, we hebben het dan over people, planet, profit vaak. Hè? En ja, waar natuurlijk verdriet van veel businessmodellen is, dat het alleen maar naar profit gaat. Dan is het geen businessmodel meer, maar een soort rekenexercitie. Business case noemen we het dan. Hè? Dus ik stop dit erin, dan krijg ik dat eruit. En als dat positief is, dan doen we het. En als het niet positief is, dan doen we het niet. Maar dat soort business cases hebben vaak enorme repercussies op milieu. Hè? Dan doen we dan externaliteiten. Dan rekenen we allerlei dingen niet mee. De milieuverontreiniging, de CO2-uitstoot, de fijnstof of slavenarbeid en zo. Zeggen, nou, dat is lekker goedkoop. Dat is goed voor onze business case, maar natuurlijk niet voor je circulaire businessmodel. Dus we moeten eigenlijk verder kijken dan onze neus lang is, maatschappelijk verantwoord ondernemen of hoe je dat wilt noemen. Want dat is dus niet een add-on, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar het is intrinsiek voor de manier waarop je opereert en de manier waarop je je geld verdient. En dus dat gaat veel verder dan hetzelfde doen, maar dan een beetje anders. Het is een fundamentele andere manier van werken, waar eigenlijk het uitgangspunt is, we moeten echt circulair gaan denken, we mogen niet lineair blijven. Denken, want die grondstoffen die raken ooit op, of die worden knetterduur, of we worden afhankelijk van anderen. We moeten juist die circulaire stromen creëren, zodanig dat we ook duurzaam zijn en de wereld iets beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen, in plaats van de aarde uitputten. Ja, helder. En we zien helaas in de praktijk natuurlijk wat voor effecten er ook al zijn op het gebied van enorm stijgende energieprijzen en grondstoffen die uitgeput raken. Dat zijn er al voorbeelden te noemen van ondernemingen die gestart zijn met circulaire businessmodellen? Ja, ik denk dat elke onderneming kijkt daar wel naar, hè, dus naar circulaire businessmodellen. Maar we moeten elkaar ook niet al te snel op de schouders slaan van zie onze zeven circulaire zijn. Want circulariteit is niet iets wat je onafhankelijk kan doen van je ketenpartners. Hè. Je kunt niet zeggen wij als bedrijf zijn circulair. Ja, maar al onze ketenpartners die doen niet mee. Sterker nog, dus het hele idee van circulair betekent eigenlijk dat de hele keten aangesloten moet zijn. En dus ook als jij een product in de markt zet, dan zet jij grondstoffen in. Ja, die grondstoffen, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus als iemand anders er weer wat anders aan vastlast, ja, dan kun je het niet meer uit elkaar trekken. En ja, dan gaat eigenlijk je circulariteit al verloren. En meestal kunnen we dat nog redelijk goed doen met onze toeleveranciers en onze klanten. Want je klanten ken je, je toeleveranciers die ken je. En dan kan je wellicht nog afspraken maken. Maar circulair gaat natuurlijk over de hele keten, tot en met de eindgebruikers. En dat moet ook allemaal weer terugkomen. Dus heel vaak zijn bedrijven willen wel circulair zijn, maar ja, die lopen heel vaak op tegen dat andere partners in de keten niet circulair zijn. Zoals een beroemde voorbeeld, dat
veel mensen wel zullen kennen. Dat heet Interface. Die maken tapijttegels. En nou, daar gebruiken ze veel nylon voor. Maar ja, die tapijttegels, als ze af zijn, dan gooien ze die op de grote hoop. En dat wou dat bedrijf niet meer. Die zegt, nee, we moeten dat circulair. We moeten dus nylon her kunnen gebruiken. En nou, toen kwamen ze bijvoorbeeld op het idee dat ze... ja, van die vissersnetten, dus die vissers die zitten allemaal nou, te vissen met nylon. En op een gegeven moment gooien ze die, die netten allemaal weg. Hè? Dus dan krijgen we de plastic soep, zeg maar. Nou, dat is niet goed. Maar ja, hoe krijg je nu die nylon allemaal weer verzameld? En dan moet er ook maar weer een fabrikant zijn die daarmee dingen kan doen. Dat als het ware voor hergebruiken geschikt maken. Nou, al die nylonfabrikanten hadden er natuurlijk helemaal geen zin in, want dat is veel te ingewikkeld. Maar op de lange termijn, als je lange termijn deals maakt en als je dus vanuit de hele keten kijkt, zijn zij erin geslaagd, nou, daar hebben ze 25 jaar over gedaan, hè, om die hele keten bij elkaar te brengen en om zeg maar, hun impact op de omgeving echt nou, tot 80-90% te reduceren. Dus zeggen we voor het gemak, ze zijn 90% circulair. 25 jaar 90%. Hè? Dus zo lang en ingewikkeld kan het wel zijn. Maar ik vond het wel een mooi inspirerend voorbeeld van een organisatie die dus echt over de horizon heen kijkt. Echt samenwerking zoekt met ketenpartners. Echt innovatief ook wil zijn. En waar halen we de grondstoffen dan vandaan? Om op die manier te bouwen aan je circulaire business model. Jazeker, dat is een heel mooi voorbeeld. En ook wel tekenend wat je schetst, dat daar 25 jaar voor nodig is. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat er nu bedrijven zijn die luisteren naar ons en zich afvragen, ja, ik zou daar ook wat mee willen. Waar moet ik nou eigenlijk mee beginnen? Wat zijn nou de eerste stappen die ik moet zetten? Dus want als ik jou hoor, dan moet je eigenlijk in die keten gaan beginnen om te kijken. Ja, we zeggen altijd, het begint met het waarom. Hè? Dus wat wil je eigenlijk bereiken? De Simon Sinek, hè? Start with why. De purpose hebben we het dan wel over. Nou, dan haakt iedereen al af. Denk je dat weer een slappe commercieel gedoe allemaal. Maar het is eigenlijk cruciaal. Het gaat om het gezamenlijke doel wat je nastreeft. Hè? Wat wil je nou in essentie bereiken? En kan ik ketenpartners vinden die dat ook dat doel hebben? Hè? Dus om die circulariteit voor elkaar te krijgen. En dat gaat dus niet over prijsonderhandelingen enzovoort. Van dat is altijd win-lose. Maar juist die purpose en het lange termijn doel. En iets wat je met z'n allen kunt bereiken. Wat je niet in je eentje kunt. Dat kan een enorm samenbindend vermogen zijn. Dus ik zou zeggen van ja, begin met de why. Hè. Wat willen we in essentie bereiken? Hè? En de volgende wat Simon Sinek ook zegt is. Find people who believe what you believe. Hè. Dus vind mensen die waarden met jou delen en nou, dan kom je al gauw in gesprekken als zeg maar de korte termijn geld verdienen even van tafel is, maar we kijken naar het lange termijn perspectief, ja, dan kun je slagen maken en dat gaat niet van vandaag op morgen, maar het kan redelijk snel, hè? Dus als je mensen vindt met wie je gezamenlijke doelen hebt, dan kun je al gauw de quick wins er wel uithalen. En ja, dat kan dan weer als het ware het vliegwiel op gang brengen, waardoor je het ook vol kunt houden over 25 jaar. Hè? Van helemaal niks bereiken en over 25 jaar vaart het schip met de successen binnen. Ja, dat houdt niemand vol natuurlijk. Dus het gaat erom, want probeer op korte termijn ook wat succes alvast met je directe partners in de keten te boeken en breid het daarna uit. Dat zou mijn advies zijn. Oké. En als je kijkt naar die keten, ligt het nu voor de hand dat een bepaalde partij die in die keten actief is, daar het initiatief voor moet nemen of kan nemen? Ja, dat is even de vraag, wie heeft de ketenregie? Hè? En dat is best wel een ingewikkelde vraagstuk. Wat voor de hand ligt, is dat de machtige partij in de keten, dus gewoon ja, die in, vanuit kennis of vanuit de macht, door iedereen wordt gezien als de leider in de keten, ja, dan kan die daar de leiding nemen. Hè? Dus bijvoorbeeld in de fast moving consumer goods zijn dat duidelijk de grote retailers. Hè? Die hebben daar evident de macht, dat snapt iedereen. Dus zeg het maar. Daar zit ook wel een zeker gevaar in van voor je het weet gaan die niet voor het algemene doel dingen doen, maar die gaan het doen gewoon omdat zij zelf daar uniek van profiteren. Dus daar zit wel altijd iets van spanning op die lijn. Maar dat hoeft niet per se een machtige partij te zijn. Het is eigenlijk iemand die door iedereen wordt vertrouwd als niet voor zichzelf dat doende, maar ook
voor het grote geheel. Ik moet altijd nog terugdenken, lang geleden, het is een beetje opa verteld, maar toen de streepjescode kwam, hè, dus de streepjescode, nou in de logistiek, we kunnen niet zonder streepjescode, ja, we hebben nu QR-codes, maar ja, dat is ongelooflijk belangrijk geweest om die hele logistiek, wie komt daarmee? Nou, in het begin wou natuurlijk helemaal niemand dat, totdat meneer Albert Heijn, hè, dus niet bedrijf Albert Heijn, maar meneer Albert Heijn opstond en zei, jongens, nou is het klaar met het gedoe. Ik ga vanuit mijn positie, en dat was iemand met aanzien, iemand waarvan iedereen zei, ja, die heeft verstand van, en die was ook aardig genoeg om iedereen erbij te verbinden. En die heeft dat toen weten niet door te drukken, maar vanuit het algemeen belang weten te regelen. En daar hebben we tot de dag van vandaag hebben we daar nog voordeel van. Dus ik hoop dat er iets meer meneer en Albert Heijn opstaan. Die zeg maar vanuit hun persoonlijke heid en vanuit de kracht die ze hebben, niet uit de macht, mensen willen leiden op weg naar iets wat we eigenlijk allemaal willen, namelijk circulariteit. Nou, mooi voorbeeld. Inderdaad, hoe uiteindelijk uit die kracht van meneer Albert Heijn daar die verandering in beweging is gekomen. Ja, misschien nog om ook een beetje mee te eindigen. Hè, van, hoe start je nu eigenlijk met zo'n circulair businessmodel? En ja, heb je nog tips of tricks voor bedrijven om daarmee te gaan starten? Nou ja, kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste van die businessmodellen is dat het geen theoretisch verhaal is, maar dat het eigenlijk er heel makkelijk in de praktijk te brengen is. Wat we natuurlijk vaak zien is dat je hebt de financiële afdelingen, die gaan over het inkomen en over het geld en de controles zitten erbij in de financials. En je hebt de commerciële mensen, die gaan over de distributie. En dan heb je nog die... En maar die lijken wel te functioneren in splendid isolation. Iedereen doet zijn ding, iedereen werkt keihard en hebben allemaal goede bedoelingen, helemaal niks op tegen. Maar de kunst van een circulair business model is natuurlijk dat je een synergetisch iets vindt tussen die drie hoofdcomponenten. Een businessmodel is gebouwd op die hoofdcomponenten. En ja, we hebben ook dat in het onderzoek voor EvoFair-index. Dan vragen we ons af, ja, wie begint er eigenlijk met zo'n nieuw businessmodel? Hè? Wie begint met de innovatie van businessmodellen? Ja, de waarheid is vaak dat vaak, ja, dat is het CEO of de DGA, de grote aandeelhouder, of nou, de opperbaas, zeg maar. Nou, die vindt iets en die gaat dat dan vertellen dat iedereen dat moet doen. Nou, iedereen denkt, nou, de baas moet ze nodig weer wat, nou, vooruit met de geit. Of commercie, die komen met een of ander dol plan, waarvan dan onmiddellijk supply chain zegt, nou, waanzin, belachelijk, doen we niet aan mee, totdat ze worden gedwongen. Maar dat is eigenlijk heel onvruchtbaar. Eigenlijk zou iedereen vanuit zijn eigen visie, zijn eigen kennis, zijn eigen dingen, iets moeten willen inbrengen en iets wat ons allemaal bindt. En wat ik net al zei, de purpose, de start with why, jongens, wat willen we eigenlijk bereiken? Dat geldt natuurlijk extern in de keten, heb je heel hard nodig, maar dat geldt ook intern. We willen toch allemaal circulariteit? En als we dat vraagstuk op tafel leggen, zeg maar, hoe zouden wij een circulair businessmodel mogen maken? Dan moeten we niet alleen aan commercie vragen, niet alleen aan de baas vragen, niet alleen aan financiën, maar met z'n allen zeggen, dit is onze ambitie. Waar zien wij mogelijkheden in onze supply chain? Waar zien wij mogelijkheden in dat een waardepropositie te creëren en hoe zouden we daar geld kunnen verdienen? En als dat niet op korte termijn is, hoe kunnen we dat dan voorfinancieren? Welke financiers zouden we kunnen aantrekken? Kortom, je zal al die kennis bij elkaar moeten brengen. Ik denk dat we iets meer strategisch moeten samenwerken intern rond dat idee van een gezamenlijk, gedeeld, circulair businessmodel. Nou, dat zijn mooie woorden volgens mij voor veel van de deelnemers om geprikkeld te zijn om na afloop hierover na te gaan denken. We hebben het vandaag gehad over circulariteit. Het uitsmijter eigenlijk jouw bijdrage van zojuist. Is er nog iets wat je aan de deelnemers van het webinar echt wil meegeven voordat zij zo dadelijk weer aan de koffie gaan en over op de waan van de dag? Ja, wat ik ze eigenlijk zou willen meegeven is dat wij staan met z'n allen nu voor de taak om de wereld voor morgen, overmorgen en over 10 jaar vorm te geven. Denk niet dat de overheid het gaat doen. Denk niet dat de directeur groot aandeelhouder het gaat doen. Als jij het niet inherent in je hebt om daar een verschil te maken, van makkelijk is het allemaal niet. Als jij niet zelf de leiderschap voelt
om de wereld drastisch te veranderen, dan gaat er dus niks veranderen als iedereen blijft doen wat hij deed enzovoort. We kennen dat verhaal wel. Maar ik denk eigenlijk, deelnemers, jij bent allemaal your master of your own destiny. Dus denk niet dat het van anderen komt. Juist jij kunt anderen inspireren en beïnvloeden. En ga dus koffie drinken en praat met elkaar. Maar praat vooral met ze. Hoe doe jij dat nou? En wat is jouw idee? En waar loop jij tegenaan? En hoe zouden we elkaar kunnen helpen? Want er zijn problemen genoeg. Maar samen weet je meer, samen kunnen we meer. En daar zijn natuurlijk conferenties en webinars juist ook voor bedoeld. Om dingen met elkaar uit te wisselen. Dus samengevat komen we ook weer een beetje terug op een beter milieu begint bij jezelf. En een betere circulariteit begint dus ook bij jezelf. Mooie woorden om mee af te sluiten. Jacques, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. Volgens mij heeft iedereen weer wat gedachten om verder op voor te beduren. Dus hartelijk dank daarvoor. Graag gedaan. Veel succes. Dan komen we daarmee toch tot het einde, ondanks even deze technische problemen van ons webinar. Ik wil jullie allereerst hartelijk bedanken voor jullie deelname. Ik vond het zelf ook zeer inspirerend om dit gesprek te voeren en het over dit onderwerp te hebben. Elmar heeft al aangegeven dat we ook een netwerk hierop aan het opstarten zijn. Hetzelfde geldt ook voor verduurzaming in de logistieke keten en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dus mocht je daar meer interesse in hebben, geef dat alsjeblieft achteraf ook nog even aan. Dan horen we ook graag van jullie en willen we ook jullie inspiratie graag gaan meenemen de komende jaren. De PowerPoints krijgt u nog toegestuurd. Datzelfde geldt dus voor het filmpje. We hebben ook graag jullie inspiratie dus daar de komende tijd nog bij. Want we hebben nu deze webinars, drie webinars gehad. Later in het jaar gaan wij kijken of we weer wat kunnen organiseren. Wellicht in fysieke vorm als corona dat ook allemaal toestaat in het najaar. Dus ook daarvoor geldt, mocht je inspiratie of ideeën hebben, meld dat bij ons en dan kunnen we dat in dat programma meenemen. Dan wens ik jullie nu een hele fijne dag nog toe. Het zonnetje schijnt, de winter lijkt aardig voorbij nu echt op 12 april. De weg lijkt vrij voor een circulaire en duurzame toekomst. Dus laten we daar met z'n allen nu echt de schouders onder gaan zetten en wat moois ervan gaan maken. Dank jullie wel.